Dus het staat in het teken ook van de tramaanslag van 4 jaar geleden. En dat zie je aan diverse uitingen. Op een prachtig dundoek hier op de Bunnikside. Met een huilende nijntje, dat was 4 jaar geleden het symbool. We gaan ook zo dadelijk een minuut stilte in acht nemen. Maar Utrecht is die tramaanslag nog niet vergeten. 4 jaar geleden exact. Was die tramaanslag hier waar op het 24 oktoberplein 4 mensen om het leven kwamen. Een paar dagen later was er een indrukwekkende stille tocht trouwens, waar duizenden mensen, duizenden Utrechters mee liepen uit alle lagen van de bevolking. Maar die aanslag is nog steeds een diepe open wond hier in de stad. De opstelling van Utrecht, ja, op veel plaatsen wat wijzigingen. Dat heeft ook te maken met het feit dat Van der Marel geschorst is, dat Van der Hoorn zich vandaag ziek afmeldde. En dat Bas Dost geblesseerd is. En dan lijkt het een 4-4-2 systeem te worden. Misschien al met een ruit op het middenveld. Superbouwer wilde daar niet het achterste van zijn tong over laten zien. We gaan het zien, maar flink veel wijzigingen. Wel terug onder andere, maar wel op de bank is Taylor Booth. Dat is een smaakmaker van Jewelsie. De opstelling van René Haken, voormalig trainer van FC Utrecht. Vandaag voor het eerst weer terug hier in dit stadion. Hier verwachten we een soort van 4-4-2. Met Stokkers, Liedberg. En voorin. En Willemsen die terug is op de bank in ieder geval. Maar zoals gezegd beginnen we met een minuut stilte. Kluivert speelt Boussaïd in, mooi hakje. Of viergever als hij hem kan binnenhouden, dat lukt hem. Sterker nog, heeft nog een geweldige paas in huis ook op Descott. En dan is het de lange met de nodige moeite. Sommige dingen kun je trainen, sommige dingen ontstaan spontaan in een wedstrijd. Dat was die aanval van zojuist. Linksruimte bij Oppegaard. Hier ook aangespeeld. Goede bal, Edwardsen net niet. Dat net niet geldt ook voor Stokkers. En dat betekent een minuut lang applaus voor alle hulpverleners die betrokken waren bij die tramaanslag vandaag exact 4 jaar geleden, 18 maart. Die 18, daar zijn we nu beland. En alle hulpverleners worden daarbij met applaus bedankt. Kluivert, de fout in. En dan wacht hem geel als hij het zelf probeert te herstellen. Dan vergrijpt zich dan aan Adekanje. Richting Barkas. Hij gaat het wel proberen. De Scott. Adekanje. 4 van Go Ahead. En Toornstra met een volgende overtreding. Weer op Adekanje en een volgende gele kaart. Ja. Rommens, deze vrije trap gaat over het doel. Deil. Stokkers weggekopt door Hendricks. Itzes wint het duel van Boussaïd. Strak voor, dan is daar Edwardsen die aardig wat tijd en ruimte heeft. En dit is op zich spectaculair, alleen niet hard genoeg. Die bal voor Van Dijl. En, de kans is voor Edwardsen. Boussaïd. Descott.
sneller dan Adekanje, maar die probeert het goed te maken en doet dat met een gele kaart. En na twee gele kaarten voor Utrecht is na een overtreding op Adekanje. Nu een gele kaart voor Adekanje. Toornstra, goede bal en van de streek en een goede redding van de Lange. Dan was hij dichtbij. Naar die vrije trap van Toornstra, die hele scherpe. Labiat. Hoppakaart. Moet hem hier weg zien te krijgen. Dit is niet verdedigd zoals dat zou moeten. Door Oppegaard. Dan nog voor langs ook. Geen sterke beurt van de linksachter van Go Ahead Eagles. Nou, dat kan je. Gestuurd door viergever. Hoeseid. Ja, nou is Doefikas los van Nouwen. Nou moet hij even een tijdje overbruggen, maar dat doet hij prima. Doefikas met de voorsprong voor FC Utrecht. Er kan weer een kruisje bij. Doefikas met zijn 13e. De voorsprong voor FC Utrecht. Kruisje nummer 13. Het is deze bal van Boussaïd. En dan weer het lijf aan lijf duel. Waarbij Nouwen zich toch wel makkelijk laat wegzetten. Daar zal naar gekeken worden of dat allemaal volgens de regels ging. En dan moet je nog een stukje lopen. En dan kun je als spits allerlei dingen door je hoofd laten gaan. Maar Doefikas doet het heel goed. Rond zeer bekwaam af. En brengt zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. En daar is Lidberg. En daar is het Hens of niet? Hij gaat kijken. Ja, dat is een lastige. Want gaat hij daar met zijn hand naartoe of is het vallen? Hij haalt er sowieso voordeel uit, want hij raakt die bal met zijn handen. Met zijn arm. Het is een listige hoor. Hey. Geen penalty. Hoppegaard richting Stokkers. Bal voorbij aan Toornstra. En dan moet Utrecht uitkijken als Lidberg het balbezit heeft en besluit te schieten. En daar komt nog Edwardsen. En die loopt hem binnen voor de gelijkmaker. Daarna nog een vervelende botsing. Maar het staat 1-1. Die bal langs Toornstra gaat, bal gegeven door Kleiber. Is de vraag of het hier buiten spel is. Dat zou nog kunnen ook. Edwardsen, daarna, het is wel een gruwelijke botsing. Niet fijn, niet lekker, niet leuk. Maar stond Edwardsen buiten spel? Door de goal gaat de streep. Door de goal gaat geen streep. Alsnog besloten dat het een goal was. Dus geen buitenspel van Edwardsen. Dus toch 1-1. Lidberg. In het midden Edwardsen. Het gaat via Rommens. Kan verder naar links. Hier op een kaart. Raad om te schieten. Jay Itzes. Schot. Hij gaat naast. Wat een redelijk rommelige beginfase is. Toornstra. Boussaïd. Het is knokken voor ook vierkante centimeter. Lidberg in één keer. Lidberg! Dat was de beste knal van de spits. In één keer hard geschoten. Taylor Booth terug na een schouderblessure. Ik heb deze week te horen dat hij is opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Hij komt na een uur voetballen in de ploeg. Voor Zakaria Labiat. Corner Taylor Booth. En van de streek. En via de Lange op een of andere manier tegen de paal. Booth.
wordt die overgenomen door Willemsson naar Liedberg. Willemsson. En dit is een goed balletje richting Stoppers, maar dit is ook prima verdedigd. Door Hendricks. Toornstra. Van de Streek komt hij eraan. Hoefikas ook niet. De Lange wel. En misschien nog meer. Nou! Ja! Barkas heeft hem uiteindelijk. En dan jaagt Willemsen nog even door en raakt hij de keeper. Maar dit was toch weer gevaarlijk. Zo, hij heeft Go Ahead. Toch ook wel een aantal kansen gehad. Kopbal van Itzes. Het publiek snapt ook niet waarom dat die bal steeds maar weer achterin breed wordt gespeeld. Die bewoordigt hij Van der Streek. Doet heel goed met zijn lichaam. Van der Streek, maar dan krijgt hij niet om. De Lange heeft hem uiteindelijk wel. Fontan. Achterin Willemsen. Draaien, schieten, scoren. Het is niet onverdiend. Het is niet onverdiend. En zo scoort Go Ahead Eagles in de extra tijd van de eerste helft en in de extra tijd van de tweede helft. En dat is een zware tegenvaller voor een zwaar tegenvallend FC Utrecht. Dan is de wedstrijd voorbij en gespeeld en is er een gebalde vuist bij René Haken. Die een jaar geleden werd ontslagen hier bij FC Utrecht. En nu met Go Ahead Eagles bezig is, heel hard bezig is, om zich te handhaven. Want dat wint hier met 2-1.